Zo'n 25 manlui en vrouwlui ben vanmiddag begonnen met de cursus die 7 weken duurt. Cursussen ben allemaal lui die al een zetje bezig ben om de grunnige tol beter te leren kennen. Ik doe meer dan deze cursus omdat ik sinds een jaar of 4 met grunnigers bezig ben. Ik heb cursussen voor, beginnerscursus, vervolgcursus. En dan was altijd de vraag zo van, is er nou nog meer? Er waren al meer mensen die 1, 2 cursussen volgd hadden in provincie. En die begonnen te zeggen tegen de Stichting Grunnige Tol, is er nou nog wat meer? Kunnen we nog naar de deur gaan? En daar ontstond het idee, zullen we dit als een mol aanbieden? Wat mis je nou dan nog van door de dag in je kennis van het grunnige? Nou, meer de achtergrond en dergelijke. Daar word ik voor nooit. Kijk, ben op het hoge land groot geworden. Nou, kijk, en dat soort stuk, dat word ik. Maar voor al die andere streken, daar word ik gewoon veel te weinig van af. Dit is een cursus die normaal voor gewone studenten gegeven wordt. En met alle respect voor de mensen die hier komen. Dit zijn buitengewone studenten. Dit zijn mensen die veel meer als studenten weten van het grunnigers. Maar misschien wat minder student ben als de gewone student. Dat moet tiet maar leren. Maar dit ben meestal op het gebied van de spelden bijvoorbeeld, van alles waarden. En aan studenten kan ik dit nog vertellen, OA of AO of zo. Nou, daar heb ik deze mensen niks over leren. Dus we kunnen voor een stap weer doen, denk ik. Nou, zullen we dat moeten nemen met goudgrunnigers deze cursus? Grunnigers voor gevorderden? Hier had ik nog nooit over Noordocht. Laten we zeggen, hoger. Grunnigers klinkt wel eigenwijs, ik hoor er net zo van, maar vooruit, hoger.